Goedenavond, u gaat het verhaal horen van de totstandkoming van een stripboek. En dit stripboek, ik zal het hier laten zien, het komt straks ook wat groter in beeld. Het is de verstripping van het boek van Adriaan van Dis, Familieziek. Het was oorspronkelijk de bedoeling, want het was zelfs het idee van Adriaan om dat hier op winternacht aan u te komen vertellen. Maar helaas, hij is geblesseerd geraakt, gevallen, hij heeft zijn schouder gebroken en zijn pols ook nog. Maar gelukkig is de man die het boek werkelijk gemaakt heeft, is er wel. Dat is Peter van Dongen. En het is zelfs heel bijzonder dat hij hier nu is, want hij is de winnaar van de Stripschapprijs. Is afgelopen vrijdag bekendgemaakt en die krijgt hij in maart uitgereikt. Dat is de oeuvreprijs voor een striptekenaar. Dat is ja, de grootste stripprijs in Nederland. Dus ik zeg een applaus voor Peter van Dongen. Ja, Peter. Ja. Bijna 10 jaar geleden dat jij gevraagd bent. 14 maart 2008. Om Familieziek te verstrippen. Ja. Klopt het dat de uitgever in eerste instantie wilde dat jij net zoiets zou gaan doen als Dick Matena zo doet? De vraag letterlijk het boek van Adriaan van Dis te verstrippen. De vraag werd gesteld. Ja. In navolging van Dick Matena met de avonden. Maar dat was voor mij niet het idee van een stripverhaal maken. Want dan wordt het meer, ja, de tekst wordt een te breed en te groot verhaal, te veel aantal pagina's. Maar voornamelijk de belangrijkste reden voor mij is dat ik dan ja, echt letterlijk moet doen wat er al in een tekst staat, buiten de hoeveelheid om. Dus het is een kwestie van een bewerking en keuzes maken. Je zou een soort illustrator geworden zijn. Ja, en dat voor mij, dat is gewoon, ik zou het gewoon saai vinden op een gegeven moment. Ja. Ben jij ook gevraagd, omdat jij zelf ook van Indische afkomst bent en al in Indië gesitueerde strips hebt getekend? Ja, hij kende al mijn strip hiervoor, of vanaf 1998 en 2004, Rampenkant Java, Rampenkant Celebes. Hij had de Franse edities had hij in zijn bezit. Dus hij dacht met die boeken in het achterhoofd dat ik, en dat weet ik nu, want dat heeft hij nu pas natuurlijk gezegd, dat hij wellicht de juiste persoon was om dat te doen, omdat hij het mij niet hoeft uit te leggen voornamelijk ook. En hij zag natuurlijk in het tekenwerk dat het allemaal goed gearchiveerd en dat jij gewoon een ontzettend goede tekenaar bent. Ja. Er zijn hele goede tekenaars. Ik ben niet in de beste, maar ik ben niet slecht. Ja. Maar vooral thematisch gezien, nou, zat het gewoon wat hoe hij het voor zich zag al helemaal in kannen en kruiken. Ja. En jij was in die tijd zelf ook al bezig met een strip die dan een beetje in je eigen familie ook met een soort gelijke gedachte al. Hè? Een soort familieziek, eigen familieziek in stripvorm. Ik had Familieziek al gelezen in 2002 toen het uitkwam. Als fan van Van Dis al gekocht en gelezen. En ik was, ik denk in 2006, 2005 begonnen na de release van Rampenkant Celebes 2004. Met een eigen verhaal, een familiegeschiedenis van twee figuren uit Rampenkant. Maar die dan naar Nederland gaan in de jaren 50. En zich hier in Scheveningen dan in de duinen zich vestigen in een contractpension. Dus ik had een aantal familiegeschiedenissen van mijn moeder, had ik in gedachten. Maar mijn zoontje was toen net geboren, werd geboren toen ik daarmee bezig was. En ja, ik was toen 40 en dan wordt het ineens een heel ander leven. Dus ik kon me niet meer richten op een eigen verhaal. Dus een half jaar later kwam Van Dis met het verzoek Familieziek te doen, te verstrippen, of hoe je het ook noemen wil. En toen dacht ik, nou, wellicht is dat een uitkomst om een of andere manier het boek dat ik in mijn eigen hoofd heb, voor over mijn geschiedenis, toch daarin te vermengen. En dat is hier en daar gelukt. Ja, want het is echt een mengvorm geworden. Wij gaan nu aan de hand van foto's, want je hebt fotoalbums gebruikt, en tekeningen, laten zien hoe dat boek tot stand gekomen is. Ja. Want je had je eigen fotoalbum, had je daarnaast liggen van je familie. Van en je moeder. Had het fotoalbum van Adriaan gekregen. Ja. Het eerste wat ik aan Van Dis vroeg, naar het eerste gesprek dat we hadden bij uitgever Augustus. Zei, nou, geef me jouw familiefotoalbum, want dan kan ik alvast gewoon inkijken, me verlekkeren naar beelden uit de jaren 50. Hoe die familie met die drie zussen, Indische halfzussen, daar leven. Ja. En de moeder en de vader. En de vader. Ja. En mijn moeder heeft haar jeugdalbums als 15-jarige in Hilversum, Huizen, die heb ik toegeëigend. Dus dat lag altijd gewoon naast me, dus allebei de albums. En dat geeft beide inspiratie om te beginnen. Ja, nou, we gaan nu naar wat van die dingen kijken. Ja. Wat van de hoofdpersonen, laten we beginnen met de vader. Ja. Want dat is in familie zie ik wel een belangrijke persoon, meneer Java. Ja.
De foto. Dat komt uit het familiealbum van Dis. En dat zijn schetsen van jou. En dat is in feite natuurlijk ook de cover geworden. Ja. Dus dat hij daar bij die radio zit, dat is toch een heel belangrijk beeld in de beschrijving van Dis in zijn roman. En dan de kleine. Ik heb die foto's uit het familiealbum en het eerste wat ik doe, want het verhaal had ik nog niet, het scenario niet, maar gewoon eerst gewoon schetsen maken of die figuren in de vingers krijgen. Ja. Laten we wat sneller wat figuren langs. De kleine Adriaan zelf. Ja, dan heb je Adje. En dan, dan zoek ik gewoon een manier om dat. Maar er is wel een verschil. Voor mij is dat is de kleine Adje, dat is Adriaan van Dis. Mm-hmm. Maar voor mij is dit gewoon de jongen uit de roman. Ik ben niet bezig met het idee van ik moet per se Adriaan van Dis tekenen, hoe die eruit zag. Al zijn natuurlijk overeenkomsten, maar de jongen uit de roman is toch. Ik ben gevraagd om de roman familieziek te doen, dus, maar natuurlijk wel gestoeld op origineel fotomateriaal. Maar het is voor mij niet Adriaan dit. Ja. Het is gewoon de jongen uit de jongen. Boek. Hier zijn we bij moeder. Ja. Ja. Ja, mooi ingekleurd met potlood. Ja. Ja. Zo werd dat nog gedaan. Of, nou, misschien. Ja, en dat is dan de moeder daar. Is hij met dat boek. Ik kom terug onlangs natuurlijk over zijn moeder. Dan over zijn moeder, ja. Dus dit is er. Zij lijkt er ook op natuurlijk. En dat zijn dan die drie zusjes, die drie halfzusjes van een uit een vorig huwelijk. Die de moeder had met een afkomstig Molukse militair. Uit het KNIL, koloniaal Indisch leger. En dat zijn die drie halfzusjes. En die zijn in het verhaal van Dis natuurlijk altijd ook prominent aanwezig. Of een soort vesting waar hij niet doorheen komt. Ja, en helemaal links, dat is de oudste zus, hè? Ja, dus... Nee. Of daar, niet? Naast de vader. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, die schetsen daar. Ja. Dus daar, de oudste zus is daar met die strik. Ja, ze hebben alle drie, maar de linker. En dit is dan Jana, dus de oudste zus in mijn verhaal. Ja, en de originele vader van die zussen, daar hebben we ook een foto van. Ja, dat is dan met de moeder. En dit is dan in Indië, Nederlands-Indië, Indonesië. En dat vond ik wel een frappant beeld. Maar ja, dat is een halfbloed kindje met de moeder. Ja, maar. En moet je kijken, die kuif. Elvis. Ja, maar met die vader, dan komen we eigenlijk, die originele vader van die zussen, komen we ook een beetje in de buurt van jouw verhaal, van jouw familie. Want jouw moeder. Ik had het boek natuurlijk al lang gelezen en toen hij me vroeg heb ik het herlezen, het boek. En toen viel me eigenlijk ineens op de gelijkenis met de familie van mijn moeder. Dus. Want mijn moeder komt zelf uit. Was ook een van drie zussen? Drie zussen. Ja. Haar moeder was Chinees Noord-Meluks. Haar vader was een Indo van de Noord-Melukken, Ternate, ook een KNIL-militair. En beide, dus mijn opa, dus de vader van mijn moeder. Die is door als KNIL-militair geïnterneerd en onthoofd. Eén dag eigenlijk na de capitulatie, op 16 augustus 1945, is onthoofd door de Japanners. En de vader van, dat is mijn opa dan. Ja. En met mijn oma. Dit is uit het boek van mijn moeder. Dus maar deze opa van jou is dus onthoofd. En de man vader, die de foto hiervoor zag. De vader van de drie meisjes, de drie halfzusjes van Arie van Dis, die zijn onthoofd. Dus de moeder van Adriaan van Dis is uiteindelijk dan ook als weduwe, al wist ze dat toen nog niet, toen ze naar het opvangkamp ging in het boek, naar een evacueekamp gegaan, is ze daar met de drie dochters alleen gegaan. En zij heeft daar een man ontmoet en dat is dan wel de vader van Adriaan van Dis geworden. Maar mijn oma, kijk, dit zijn die drie, dus mijn moeder, dat is het rechter meisje, is de middelste in leeftijd. Maar mijn oma is ook met als weduwe ook naar een opvangkamp, dat wist ze toen ook nog niet, nadat haar een man was geëxecuteerd. Ook naar op Morotai, dat is een eilandje boven Almere. Daar werden alle oorlogsgetroffenen van de Sulawesische levens, die werden daar allemaal naartoe gebracht. Dus veel gezinnen, waar de mannen werden vermist. Ja. Dus daar is ze ook terechtgekomen. Ja. En zij heeft daar ook op een opvangkamp gezeten, mijn moeder dus. Dus net als de zusters van Adriaan van Dis. En dit is dan Menteng Pulu. Pulo, geloof ik, Jakarta. Het graf van je opa. Ja, het is een massagraf. Dus al die mensen daar, die zijn allemaal tegelijkertijd onthoofd. Want mijn opa had allemaal wapens voor je achtergehouden in zijn erf. Of in de waterput. En dat is waarschijnlijk doordat iemand is letterlijk geslagen en doorgeslagen. Omdat heeft hij mijn opa in die zin dan genoemd, dat die wapens daar lagen. Dus daarom is mijn opa dus daar
als kneelmilitair daar in het kamp terechtgekomen. Maar ik was laatst ook weer toevallig op een jaar geleden, op 15 augustus was ik daar vlak voor de herdenking. Ik was toevallig in Jakarta. Ik dacht, nou, laat ik er toch even toch even een bloemetje. Was een dag te vroeg, hij is op 16 augustus, maar goed. Ja, maar met dit verhaal, dat opvangkamp waar je net over vertelde, dat, daar had je al tekeningen van gemaakt. Dat vorige verhaal, voordat Van Dismen vroeg, was ik bezig met dat opvangkamp Morotai. En ik heb daar ooit eens één fotootje van gezien en die is kwijtgeraakt. Zie ik dus de zus van mijn oma, die zat er ook. Dus mijn oud-tante, stond ze voor loodsen. En die zie je al daar op de achtergrond. Ja. Dus ik wilde een verhaal maken over een meisje met fles. In de jaren 50 in Scheveningen, met herinneringen dat er iets is overkomen in het kamp Morotai. En dit zijn gewoon schetsen die ik dan voor mezelf maakte toen ik met dat project begon voor een Franse uitgever. En daar komt heel evident en ook een onthoofding voor. En dat is natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook maar weer met haar vaart te maken. Ja, maar op de achtergrond zie je die loods. En je ziet al die loods, dat is mijn beeld al. Die komen in het kamp wat in familieziek voorkomt, daar komen die loodsen ook weer in terug. En die zijn eigenlijk, komen die niet uit het boek van Adriaan, maar die komen uit want als je, zoals Adriaan zelf heeft gezegd, zijn zusters die zaten in opvangkamp op Sumatra, geloof ik. Ze waren op Sumatra geïnterneerd. En dat was waarschijnlijk in een wijk dat dan afgesloten is en tot opvangkamp gemaakt. Maar niet, dit is in mijn verbeelding, is dat kamp daar op Morotai. En dat heb ik zo ook gelaten in familieziek. Ja. Zoals ik hem heb. Maar je was hier dus mee bezig, zat hiermee vast. En toen kwam dus Adriaan. En toen dacht ik, dat kan ik allemaal erin verwerken. Ja. Nou, hij komt dan met. Dat verzoeken dat boek te maken. En dan ga jij dat boek bekijken, familieziek. Je had het al gelezen. Ja, herlezen weer op vakantie. En de cover van de eerste druk, daar haal je al inspiratie uit. Ja. Ja, dit heb ik toevallig in 2007 voor een schrijversportret voor de NRC maakte ik in 2 jaar lang. En dan kwam dat boek Leeftocht uit. En daar heb ik bijvoorbeeld ook citaten uit het boek Leeftocht. Heb ik ook gewoon dingen, die heb ik ook weer in familieziek gestopt. Want het past er mooi hierin, dus dat gebruik ik dat uit Leeftocht. Ja. Het is door Van Dis geschreven, dus dat mag. Maar de volgende plaat, hier. Ja, dit is dan die cover en dit is in het boek Familieziek van Van Dis. Dan heeft een imaginair vriendje, een broertje, hij noemt het schaduwbroertje. Ja. En daar praat hij mee, dat is een toevluchtsoord daar. En net als spiegelpiloot ook. En op een gegeven moment keek ik naar die kaft, want tijdens het schetsen en van het scenario schrijven. Ja, hoe verbeeld ik dat broertje, schaduwbroertje? En toen keek ik naar de kaft van de eerste druk. En toen zag ik ineens dat tegenbeloof. Ik dacht, ja, maar hij heeft hem al. Hij heeft al schaduwbroertje. Ja. En het, toen vertelde ik, ja, maar dat is mijn eigen tegenbeloof. Dat ik ooit op een veiling, geloof ik, op het kop had getikt. En dat had hij in zijn eigen badkamer, heeft hij dat ingemetseld. In Amsterdam, toen de tijd, geloof ik, in de rivierenbuurt, toen hij daar nog woonde, vertelde hij me onlangs. En hij is toen speciaal voor de cover van deze foto, is hij teruggegaan naar het huis om een foto te maken van de tegenbloot dat er toen nog in zat. Maar ik zei, ja, maar dit is dus gewoon schaduwbroertje. En hij zei, oh, dat had hij nooit beseft. Maar dat is dus het mooie van een wisselwerking van twee mensen. De een ziet iets wat de ander nooit heeft gezien, terwijl hij het allang heeft. Dus dat is schaduwbroertje. Onbewust had hij het misschien. Ja, onbewust. Ja. Goed, jij hebt dan je hebt die fotoalbums liggen, je hebt het boek, je hebt schaduwbroertje, heb je al. Dan ga je aan het werk. Laten we wat tekeningen voorbij laten komen. Ja, dit is dan het koloniehuis waar hij in Bergen aan Zee, waar hij is opgegroeid, uit het boek. Ja. En daar maak ik dus, ik begin weer met eerst instantie met schetsen, portretten en dan voor mezelf, om daar een beetje in de mood om te geraken. Dus daar heb je dan en weer die meneer Java en de radio en een ander verhaal. Over een tanker dat daar ooit in Bergen aan Zee is aangemeerd of gestrand. Ja. En dit zijn weer schetsen van mijn vorige boek, Morotai. Maar toen ik bij het eerste gesprek was met Van Dis, liet ik dus al deze schetsen zien die ik al voor mijn eigen verhaal had gemaakt. Zo bijvoorbeeld de volgende ook. Dit is een repatriant van hoe dat in mijn idee. Zo'n huis er van binnen uitzag. Ja, en ook bij de volgende. Dan zie je ook bijvoorbeeld een bunker. Ja. Dat was ook in mijn verhaal. En ik liet hem al deze schetsen zien. En Adriaan vond het heel herkenbaar. En hij zei van, ja, maar dit is ook met allemaal dus dat hoofdpersoon, dat meisje. En hij zei, ja, maar dit zijn mijn zusjes. Oh ja, maar zoals ik speelde ook altijd in de duinen in de bunkers. Terwijl er geen enkele bunker in familieziek komt. In familieziek komt geen bunker voor. Wel in Indische duinen, dat weet ik wel. Ja. Maar niet in familieziek. Dus toen wist ik al na het eerste gesprek, nou god, dat ga ik gewoon allemaal in vermengen. Ja.
Zullen we naar de volgende plaat gaan? Ja, maar ik denk dat de techniek nu toch al... Nee, we zijn bij de volgende plaat. Oh, we zijn nu bij het begin van het boek eigenlijk. Ja. Hè? Het begin hou je nog heel erg aan het verhaal. Nou, in eerste instantie was ik al meteen heel ver afgedwaald volgens. De eerste scenarioversie vond Van Dis dat toch wel iets te ver van het boek was afgedwaald. Het werd te veel familieziek van Peter van Dongen in plaats van Adriaan van Dis. Ook letterlijk te veel familiegeschiedenis met mijn opa. Letterlijk was het inwisselbaar gezien de aantallen en de onthoofdingen. Ja, ja. Kon je dat gebruiken? Die zussen, dus het verhaal van mijn opa kon ik gebruiken, want ik weet meer van mijn opa nu. Nadat ik Rampenkamp had gemaakt. En toen zei Adriaan Peter, wel beginnen zoals ik begin. Nee, dus hou je bij je eigen, bij mijn familie. En toen, want ik begon eerst met een, dat koloniehuis, zo begon ik, dat was afgebrand. Mm-hmm. Door de jongen, die had dat in de fik gestoken. Hij was Adriaan boos. Had helemaal nooit het koloniehuis in de fik gestoken. Dus dat dat ook niet, maar hij heeft wel. Want hij had, in mijn versie dan, in de eerste versie, had hij het fotoalbum uit woede in de gootsteen in de fik gestoken. Ja. Maar dat was fout gegaan, dus het opende gewoon met een... met een plaat van asrest van het koloniehuis. Maar hij zei wel, nou dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel andere fikjes gestoken die ook uit de hand waren gelopen. En uiteindelijk kwam ik dan met een duimbrand. Maar dit verhaal, hij vroeg toch, wil je toch niet beginnen zoals ik in het boek begin? Gewoon over de moeder die dan nog één keer roept van de... Ik ga weg. Ja. Ik ga weg, ik moet die man niet meer, ik ga weg. Ik ga de koffers pakken. Ja. Maar uiteindelijk zijn die drie dochters erbij en die halen haar toch over nog één keer te proberen. Ja. Oké, nog één keer, ik doe het alleen voor jullie. En dan die jongen hoort dat. Die jongen staat er buiten. En dat is ook in het verhaal van Dis zelf ook zo. Die voelt zich natuurlijk als buitenstaande. En dat was mooi weergegeven. En ik dacht van zo moet ik dan weten lezen meteen ook hoe de verhoudingen in het huis zijn. Meteen dat die drie dochters... met die jongen eigenlijk, dat halfbroertje eigenlijk niet veel hebben, zo'n roze biggetje. Dat ze er eigenlijk niet zoveel mee hebben. Ja. Dus. En de moeder toch altijd partij kiest voor de drie dochters. Ja, terwijl de moeder ook een roze biggetje is eigenlijk, hè? Ja. Ja, ja dat... big. Ja, big, oké. Ja. Ja, dus dit is dan een van die, dat is dan een van die scènes. En ik heb het verhaaltje van 9 pagina's of minder, 5, vrij trouw gevolgd. Ja, als een soort proloog, hè? Want als je dan echt begint... Dan... En dan begin je... Dan kom ik weer terug bij die duimbrand. Dat was eerst eerst nog iets anders, want je begint dan niet met een tekening van jezelf, maar met een tekening van je zoon. Ja. De bedoeling was dat ik het eerst zelf zou doen. Ja. Want ik had dat klonenhuis dat was afgebrand, heb ik toen een duimbrand voor bedacht. En dat was wel goed. De bedoeling was dat ik het zelf zou tekenen op het einde. Want ik heb die 3-4 hoofdstukpagina's op het laatste moment gedaan, want ik zag het tegenop. Ja, moet ook wel, want je zoon was net geboren, dus die kon nog niet tekenen. Nee, dus je hebt er lekker lang over gedaan. Nu was hij 9 jaar, vorig jaar. En toen bedacht ik een manier om... ik had gewoon stress. Ik was ook met een ander project bezig. Ja. Ik zocht een manier om met mezelf te ontzien. En toen bedacht ik heb kindertekeningen nodig. Want in de roman van Miliziek is de jongen altijd met een schriftje aan het schrijven. En een tekenen schriftje. En dat liet ik maar één keer zien op een openingsplaat... van een van de hoofdstukken, van een van de korte verhalen. En toen dacht ik, nee, ik moet meer verwijzen naar dat kinderschriftje. En toen dacht ik, ik heb een kindertekening nodig. Oh, dan kan ik dat met rechts, ik ben links. Dan kan ik dat met rechts doen. Dan hoef ik me slecht te tekenen, maakt niet uit. Dan heb ik een kind gemaakt en dan hoef ik me niet zo in te spannen. Maar toen dacht ik, maar dat jongetje van 9, die loopt hier ook rond. En we tekenen vaak samen. Toen zei ik, Milan, over een half jaar moet ik 4 tekeningen hebben. Ja. Onbetaald. Ja, een beetje extra zakgeld zelfs. Nee, maar nu zegt hij wel, hij is nu 10, hij zegt hoeveel oplagen? 4.000? Ja. Dan wil ik een dubbeltje, ik wil een dubbeltje per boek. Ik krijg €400 van je, zei ik, nee, krijg je niet. Ja. Je bent nog te jong, ik vind wel dat je goed denkt. Ja, maar je kan het toch voor hem op een bankrekening zetten, of niet? Ja, dat is wel waar, Een studie. misschien is dat wel goed. Goed, laten we even kijken hoe het verhaal zich vervolgens gaat ontrollen, want dan... je ziet een beetje hoe ik... Dit is dan de inktfase en dit is de inkleuring. Ja. Weet je, dit dan... Eerst instantie was dat vliegtuig met een titel had ik allemaal wolken. Dus een wolkentekst, dat de familie zie ik in wolken. Maar toen zei Van Dis, doe maar toch maar zo'n banier van een vliegtuig. Want die zag hij vaak, toen hij jong was daar in Berg en Zee, zag hij ze vaak overvliegen. Ja. Dat gebeurt nog steeds. Dus dat is ook een ideetje. Ja, en je hebt dan een decor van die duinen, dat heb jij eigenlijk bedacht? Ja, natuurlijk. Maar goed, dat komt natuurlijk ook wel voor. Maar de bunker, die moest er toen zo voorkomen. Want de bunker voor familieziek, in mijn versie, dat is het toevluchtsoord dat voor
Van Dis in zijn familie ziek, het spiegelhuis is. Maar dat is allemaal denkbeeldig bij de jongen. Wanneer hij weer door zijn vader wordt geslagen, dan sluit hij zich op, sluit zich af en dan heeft hij het spiegelhuis. En zoals zij beschrijft in het spiegelhuis, daar valt alles heel. Valt niks stuk, maar daar is alles mooi gepaleist. Geen krassen in de muur, geen olie in de gang, de gemeenschappelijke gang. Dus ik heb van dat spiegelhuis heb ik gewoon een bunker gemaakt. Hij gaat in die bunker en dan komt hij in zijn fantasie komt hij dan op de veranda in Indië, waar zijn vader altijd, zoals op deze, die leest altijd aanschouwend onderwijs. Zijn vader laat altijd het fotoalbum uit Indië zien met al die mooie oude Indië-foto's, met het huis op de veranda, met uitkijk over de Sawa. En dat wilde ik. Ja. Dat wordt dan, ja. Die bunker wordt dan het imaginaire toevluchtsoord, maar dan op Java. Van de jongen dan. Ja, jij maakt dan een ander decor als we naar de volgende plaat gaan. Ja. Maar in dat andere decor gebruik je wel heel veel letterlijke tekst van Adriaan. Waar het uitkomt. Ja. Vaak, ik heb het allemaal zelf geschreven en dan hier en daar neem dat ik allemaal kan. Teksten. Want hij zit dan dus heel ergens anders in het boek. Ja, oké, maar dat is het. Ja. Kijk zo, dat vond ik een mooie passage en ik ben niet de enige. Op internet kwam ik dat ook wel eens tegen. Want kan je het lezen vanaf hier? Ja. Oh, ja. Er staat, thuis noemen ze hem jongen. Wat staat er nou? Knul of naar het laatste kwijt dat hij heeft uitgevoerd. Dat is letterlijk van Dis. Ja. En in zijn tekst dan wordt hij uiteindelijk een poetser genoemd. Ja. Maar ik maak er dan nog wat meer van. Ze noemen hem boener. Of veger, stoffer of stoker. Ik had daar natuurlijk een plaatje kunnen tekenen dat je hem hevig ziet boenen. Of afziet stoffen. En daarom of bij de stoker dat hij de kachel aanstookt. Maar ik wilde... De stoker heb ik zelf bedacht, want ik moest natuurlijk naar het verhaal, de uitleg, waarom heeft hij de duinbrand veroorzaakt? Ja. Omdat hij dat fotoalbum heeft in de fik gestoken. Maar dat moet ik laten zien. En dat kon ik juist mooi daaronder die tekst laten zien. Dat je ook niet één op één zo'n tekst verbeeldt, want dan wordt het een jaren 50 stripboek. Waar vroeger altijd wat je las, zag je ook in het beeld. En dat vind ik, dat is niet meer van nu. Nu is het gewoon zo snel gesneden, ook in films. En dat kan ook in de strips. Ja. Dan maak je ook zo'n. Dan vertel je dus een tekst van Dis. Enigszins aangepast. En tegelijkertijd vertel je ook een nieuw verhaal dat ik zelf heb bedacht. Waarvan ik denk dat kan daar mooi onder. Ja. Dan vertel je twee verhalen in één pagina. Ja, en dan ging dat naar een samenspraak met Adriaan? Ja, wat hij zei. Hij zei vaak. Heb ik dat geschreven? Dus ik, nee, heb ik gedaan. Oké, nee, goed. Zolang ik het maar begrijp, dan is het goed. Ja, maar hij trok ook wel eens aan de rem. Nou, wanneer de familiegeschiedenis, eigenlijk alleen vanwege de familiegeschiedenis. Dat ik mijn familiegeschiedenis toch voor mezelf moest bewaren. En daar had hij gelijk in, want achteraf dacht ik, ja, ik doe beide tekort. Zijn familiegeschiedenis en de mijne, want ze passen niet alle twee in één. En achteraf dacht ik, ja, je hebt gewoon gelijk, dus moet ik niet zeuren. Ja, maar op sommige plekken heb je toch een heel klein beetje verstopt, hè? Ja, dat heb ik hem nu pas verteld. Oké, ja. Laatst, bij de interview. Even kijken, zijn we dat daar is dit, nu? Dit verhaal, dit is dan het opvangkamp. Je ziet hier echt de layout fase, het scenario. Dat zag jij als eerste dan, de linker. Dat ruwe scenario schets, A4. En dit is dan op A3 formaat getekend, geïnkt en dan ingekleurd. Maar daar zie je al dat het Moratai is, het opvangkamp. En dat is een flashback. En dat heb ik in plaats van sepia tinten, dacht ik wil het in groene doen. Vanwege Indië, Indonesië. Maar het gaat om het opvangkamp en daar heb ik een ballonnenverkoper, die zie je daar. Mm-hmm. Die zag je het vorige plaatje. Ja. Zag je hem. En die is, het vorige plaatje. Ja. Dan zie je hem daar ballonnen en vlaggetjes verkopen. En dat jongste zusje, die Jana Saskia in de hand heeft, die wil een ballon hebben. Ze heeft al een vlaggetje, maar ze wil nog een ballon. En dat is iets wat mijn moeder heeft. Wat jouw moeder is overkomen. Ja. Ja. En wat ik ook in het Moratai, het eerste verhaal van mij, dus als je de volgende. Ja. Dus wat mijn moeder is overkomen... Daar zie je die ballonnenman ook voorbij lopen. Want dit is wel ook bedacht. En de eerste dans uit het verhaal van Dis. De eerste zus gaat dansen met meneer Java. En zo is de moeder uiteindelijk ook in beeld gekomen. Maar waar het mij om ging, dat was die ballonnenman. Want het verhaal dat mijn moeder mij ooit vertelde in 1990... toen ik aan Rampenkamp begon. Toen liet ik blijken dat ik als kind geboren in Amsterdam in 1966... interesse toonde in haar... land van geboorte, Indonesië. Toen heeft ze mijn verhaal verteld dat ze op Moratai is meegelokt door een ballonnenverkoper, het oerwoud in. En daarin is misbruikt. Er is daar iets gebeurd. Ze weet niet meer precies wat, want op een gegeven moment is het op zwart. Ze weet niet meer precies wat er is gebeurd. Maar ze weet wel dat ze de volgende ochtend
wakker werd. Of op een moment in haar herinnering dat ze in een hospitaaltent wakker wordt. En dat er allemaal mensen en de dokter en haar moeder om haar bed en haar geruststellen dat het allemaal goed is. Dat ze een blaasontsteking heeft. Maar ze bloedt wel van onderen. En dat is, kan een blaasontsteking zijn. Maar ze vertelt me wel dat die vent zat met haar hand in haar broekje. Ja. En ze was toen 5 jaar. Nu weet ik, nu begint ze, nu is ze nu. Ze vertelde dit verhaal in 1990, toen was ze 49, 48. Ik ben nu 51, ik weet ook nog heel veel dingen van toen ik 5 was. Dus als zoiets drastisch, waarom zou je dat verzinnen? Ja. En ze vertelde, ja, je bent de eerste die ik vertel. Ik heb het nooit aan je vader verteld. Die was al op mijn 6e het huis uit, maar ze heeft nooit aan iemand dat verhaal verteld. Dus ik dacht, nou, dat heb ik al, dus die jaren heb ik het altijd in mijn achterhoofd gehouden. En wat ik hier, ik heb het niet doorverteld. In de eerste versie van Familie Ziek, zo begon het verhaal ook, ligt dat jonge meisje in een ziekenhuisbed. En daarom begreep Van Dis dat niet, van ja, maar dit is helemaal nooit gebeurd. Dus dat kon niet, maar die ballonverkoper heb je wel, toch als nog hier de, dus, ja. Dan ga ik de tekst over de dans, de eerste dans, dat achteraf voor Jana, dat was toch wel een vergissing, heupwang tegen wang. En dan daar en al die andere dingen die toen zijn gebeurd. Maar dat zie je dan wanneer het meisje ziet, dan naar die ballonnenman kijken, want die loopt voorbij. Al die andere dingen ik die zijn Ik weet wat gebeurd. Dat meisje gaat doen. Ja. Die gaat hem achterna. Ja. Die gaat. En dat is als een volgt. Ja. En dit selecte publiek wat hier zit, kan dat nu ook op die manier lezen. Ja, ja, ik heb het ook op Radio 1 om 1 uur s'nachts verteld. Dus ik weet niet hoeveel luisteraars die... Ja. Maar ik heb wat mot met mijn tweelingbroer gekregen. Okay. Die vond dat ik dat toch niet moest... ik vind het past in het geheel van het verhaal van mijn moeder. Ja. Laten we doorgaan naar de volgende illustratie. Kijk, en dan komt deze weer terug en dan zie je daar... In feite jouw moeder ook staan. Zoals ik mijn moeder... In feite, dat was dan een karakter uit Mordecai, maar een meisje dus dat uit het oerwoud. En dan verblind door het licht, want wij zijn nu de ballonnenman. Mm-hmm. Want we zien haar daar in het bos, want zij heeft haar meegelokt. Ja, goed, laten we verder gaan met de strip van Adriaan. Dit zijn gewoon wat... Nou, niet helemaal gewoon, want... Hier zit wel echt weer een voorbeeld in van hoe jij iets wat in Familie Ziek van Adriaan voorkomt. Nou, op een andere manier. Ja. In Familie Ziek van Dis. Ja. Ik liet hem op een gegeven moment een kort verhaal zien. Daar hij beschrijft zijn vader, die is getraumatiseerd. En die ligt vaak op bed in het donker te tellen. Dus ik had dat letterlijk genomen, ook in de tekst. En had ik gewoon een zwarte balk met alleen maar tekstballonnetjes met cijfers. Gewoon zwart, gewoon heel cartoonesk. En toen zei hij tegen mij, van, weet je, misschien moet je daar, kun je daar iets met water mee doen. Want het komt niet echt in Familie Ziek voor, wel in Ik Kom Terug. Want zijn vader heeft uiteindelijk een schipbreuk geleden. En heeft op een plankje, ik weet niet hoe lang, daar... gelegen, om uiteindelijk gered te worden door de Japanners dan. Ja. Maar hij zat op een Japans transportschip van Sumatra. Maar dat was gebombardeerd door de geallieerden. Maar toen dacht ik, ja, dat kan ik mooi verwerken. Dus eerst een zwarte balk. En langzaam laat je steeds meer door het verhaal laat je water in die zwarte massa laat je opborrelen. Zoals ik hier ook in de omslag, daar zie je ook een waterrimpeling in het zwart. En op een gegeven moment, want uiteindelijk ga ik natuurlijk Naar dat tellen en de oorzaak van het tellen. En dat is die schipbreuk. Ja. Dus dat kun je filmen. Dat hoef je niet in één verhaaltje van die pagina's. Maar dat deel je gewoon op in een paar stroken door het hele verhaal heen. Dan zie je een ontwikkeling van eerst een zwart balkje met een aantal balloons met alleen cijfers. En uiteindelijk krijg je dan dit. Dat heb ik dan heel door het hele verhaal heen geweven. En dan krijgt het ineens veel meer lading. En als je het achter elkaar vertelt in 3 pagina's, dan is het al verteld. Ja. Maar als je het juist verdeelt over 118 pagina's, dan krijgt het ineens veel meer gewicht. Ja, want hij zingt ook het volgende plaatje. Ja. Het schip, dan zie je hem echt helemaal... En dan komt het schaduwbroertje weer tevoorschijn. Weer tevoorschijn. Ja. In het zwart. Maar dan alleen zie je zijn kleren, want hij is zwart. Goed, laten we nog maar één, als afsluiting nog één illustratie uit het fotoboek van je moeder kijken. Twee, dat zijn de laatste. Dit is haar persoonlijke fotoalbum uit het jaren 50 en ook weer ingekleurd daar, zie je, met potlood. Maar het ging mij om dit plaatje. Kijk, zij komt, ze is in 1941 geboren en ze komt uit Nederlands-Indië en ze is naar 52 naar Nederland gekomen met haar moeder en 2 zussen. Maar in het jaren 50
hier in, maakt ze dit soort tekeningen, ja, met titels van Pat Boone, weet je, I'll Be Home. Dan ga ik toch eens op YouTube even zoeken. Ja, jouw moeder was ook al tekenaar. Ja, blijkbaar, ja, ja, want ja, ze heeft het dan getekend. Maar ja, voor mij weerspiegelt dat toch, ja, ze komt niet van hier. Ze is van een ander, ze heeft toch nog dromen dat ze misschien terug wil. Nou, in feite is ze ook nu sinds 20 jaar, gaat ze elk jaar terug daar naartoe, naar Azië in ieder geval. Ja. Of nee, ze heeft jouw strip nog niet kunnen lezen, nee, omdat ze in Azië zit. Zitten. Ja. Ja. Maar dat schip, dus ik heb het volgende plaatje, ja, heb ik dat, haar tekening heb ik, deze heb ik zelf getekend. Ja, maar haar tekening maar heb je in feite het is ook haar gewerkt. Tekening. Dus eigenlijk is, zien we drie generaties, ja, van Dongen. Je zoon, die iedere, ja, eerste hoofdstuk pagina tekent, je moeder die erin terugkomt. Ja, mijn moeder is een knevel van Dongen. Ja. Maar in dit geval heeft het, ja, jongetje getekend en een jongetje heeft dit juist weer getekend. Die is nooit in Indië geweest, je hoort alleen maar de verhalen van zijn ouders en zijn zussen, dus hij heeft altijd de drang gehad. En van Dis ook natuurlijk, die wilde erbij horen, maar hoorde nooit bij. Maar ja, in het geval van de jongen in het boek tekent hij het juist omdat hij er naartoe wil. Terwijl mijn moeder tekent dat, denk ik, omdat ze weer terug wilde. Omdat ze terug wilde, ja. Of ook al is hij natuurlijk uiteindelijk, nou, ze is ook terug, ze zit er weer. Dus. Ja, goed. Nou, tot slot, ben je nog van plan dat verhaal van je eigen familie ook nog een stripvorm te gaan maken? Of zeg je, ik heb het genoeg verwerkt in bij het boek van Adriaan van Dis. Ik ben wel dat Mordecai gedeelte, want dat verhaal Mordecai in Scheveningen zou het zich afspelen. Dat is in feite het repatriante verhaal wat hier in familie ziek. Dus, maar ik kan wel beginnen op Mordecai, op het opvangkamp. Ja. En dat je er met mijn oma, die daar met drie dochters zit als weduwe, en misschien ook wel mannen ontmoet, want dat vertelt mijn moeder ook, dat ze toch mannen, want ze was ook in het begin 30. En al jaren haar echtgenoot niet gezien. Dat ik vanuit dat tijdbestek van Mordecai 1945-46, dat zij dan terugblikt naar de jaren hoe ze mijn opa op de Naad, op de Noord-Meluk heeft. Ze hebben elkaar leren kennen op een begraafplaats, een Europese begraafplaats. De ene groep Indo's ging naar binnen, de andere groep Chinezen, mijn oma, die ging naar buiten en zo kruisten elkaar de ogen. Dus ik denk, nou, dat kan ik al. Ik ben op die begraafplaats geweest in 92, ja, ook de graven gevonden en zo. Dus ik heb altijd een soort romantisch idee. En dat, ja, het is uiteindelijk misgelopen, ja, als je op een begraafplaats begint. Ja. Nou, je hebt hier 10 jaar over gedaan. Als, ja, je nou over 10 jaar weer hier, jou hier weer terugziet met het volgende boek. Ik zit ook met andere projecten, boek. Maar ja, het zou wel mooi zijn. Goed. Nou, Peter van Dongen, heel erg bedankt. Het is een prachtig boek geworden. Jij, ja, gaat zo signeren. U kunt, ja, allemaal bij de boekhandel zo'n boek van me komen. Nou, wil je als deze misschien als eerste signeren? U, ja, doe ik dan. Heel hartelijk bedankt voor je aandacht. Ja. Ja. Dus wel.